kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this Zoo Doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA, I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. I bring the refreshments and stay fresh to death like I'm choking on a breath. I can fly. I'm on 6-7. Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op It's All Tracks. Ik ben samen met Typisch Joost en we zijn in Den Haag. Dan zou je denken, wat moet je nou weer in Den Haag doen? Zijn we nou weer in Den Haag? We zouden toch naar de Efteling gaan? Ja. Maar we gaan nog eventjes naar de Open Museumdag of zo heet het. Ja, Open Monumentendag. Open Monumentendag. En we zijn in Den Haag bij de tram. Allemaal van die oude trammen allemaal. Echt hartstikke leuk. En wou ik toch nog even meepakken. Vind ik toch wel ontzettend leuk om dat nog even te filmen. En even op camera vast te leggen om daar een leuke vlog van te maken. Nou, hier een hele oude tram. Moet je kijken, retour, 400 cent. Koerhuis, Kerkplein, Hollandspoor. Nou, en dan hebben we hier allemaal trams allemaal, jongens. Dan gaan we eens even kijken. Ik ben hier nog nooit geweest. Maar ik vond het wel leuk. Met dank, moet ik even zeggen, aan Ricardo. Want Ricardo, die maakte ons gisteren erop attent. Ja. We hadden al afgesproken om naar de Efteling te gaan. Daar gaan we ook nog naartoe. Dat zien jullie later. Maar, ik vond dit toch wel even leuk om even mee te pakken. Nou, kijk, dit is een hele oude PCC-tram. Echt een oude tram dat. Kijk, daar gaat het toevallig net. Voorburg station. En we gaan hier even een half uurtje even filmen. Ja. Vind ik wel leuk eventjes. Daar gaat hij. Wat een oud dingetje hoor. Echt wel leuk. En hier staat dan nog een PCC. Maar dat is een treintje eigenlijk een beetje meer uit de moderne tijd. Uit de jaren 90 tijd is dat. En ja. Dat is meer op die trein lijken. Ja, 1304. Hier heb ik nog een keer ingezeten. Ik ben nog eens een keer met school. Waar wij in Den Haag gingen naar de bioscoop toe. Ik heb ook wel eens in zo'n tram gezeten. Echt een grappig. Ik vind hem echt mooi, ja. Leidschendam. Echt zo'n hele oude PC-tram. Leuk hoor, hè. Echt grappig. Moet toch even filmen, hè. Deze hebben ze toen in ongeveer 1993 of zo. Toen was het einde van de PCC. En toen zijn er een heleboel toen afgebroken. Gesloopt. Oh, hier is nog een oude. Dat is een eentje van nog langer geleden. Maar een goede baan ligt niet voor het oprapen. Grappig. Of van die oude reclame erop, hè? Leuk, man. Het ziet er wel grappig uit, hè? Ja. Ja. Nou, dat vond ik wel even leuk om nog eventjes dit even te doen. Tja, zo vaak kom ik niet in Den Haag. Hier is de voorkant. Leiden staat erop. Grappig. Gele trams en rode bussen. Ja. Lang geleden hoor. Ja. En nogal oude foto's en oude tramhalte kaartje, borden allemaal. Kijk eens hé, dat is ouderwets. De ouderwetse strippenkaart. Sommigen van jullie die. Die ken ik bij niet. Nee, die is nog van heel lang geleden. Ja, hier. Oh, tot 74. Ja, tot 74. Dus toen was ik er zelfs nog geweest hé. Deze wel, sinds 1981 in dienst. 1100 stuks.
Die heb ik ook nog meegemaakt. Ja, ja. Goh. Stond ook bij Spijker. Ja, klopt. Ja. Klopt. Kijk eens, hé. Oh, kijk eens, wat leuk. Allemaal miniatuur. En grappig. Kijk dit, joh. Nergens aankomen. Nee, dat is logisch, hè? Nee. Zijn ze denk ik wel... Zo stuk, hè? ...jarenlang mee bezig geweest. Hé, die heb ik ook nog gehad. Die heb ik nog thuis staan, als het goed is, in mijn vitrinekast. Om van die kleine smart-autootjes. Oh ja. Kijk, deze gaan nou een beetje uit dienst, hè. Er rijden nog wel een paar van volgens mij, of helemaal niet meer, maar ons pas geleden. Ja, ontzettend leuk. Want even kijken, GTL of zo heet die tram als het goed is. Als ik het goed heb, GTL. Als ik het goed heb, hoor. Want bij ons had je ZGT. En daar had je GTL. Leuk hoor, hé. Grappig. Oh, kijk, er komt een nieuwere type aan. Het Airnet OP. Even een steentje met het Airnet erop, zie je? Ja. Leuk, hè? Echt ontzettend leuk. Oh, hij is een sport. Kijk, hij is al spoort. Ja, dat kan ook gebeuren, hè. Kijk maar uit dat je niet ontspoort, hè. Ja. Die daar, oude PCC-tram daar zo. Kijk eens, oude PCC-tram. Nou, allemaal treinen allemaal nog. Leuk hoor, hé. Haagse modulegroep. Ja, er zijn heel veel... Tijd en energie zit erin om zo'n baan te bouwen, dus ja, logisch dat je een beetje moet opletten. Ja, ja, zo'n oude bus, zo'n bus van Airnet, hè, tegenwoordig. Hè. En daar staat ook nog een hele bekende bus. Oh, hier ook. Die had je in Rotterdam ook, bij de RIT. Oh, daar gaat de Airnet tram voorbij. Daar gaat hij. Leuk hoor. Echt leuk. Echt leuk hoor. Kijk. Ja, erg leuk. Erg leuk. Verop staan, kijk. Ja, brandweer. Brandweerkazerne. Ja. En onze Airnet is. En hier. Tramremise. Onder van de oude trams allemaal. Oh. Leuk hoor. Die gaat ook verlaten. Rij je de hele tijd zonder bediening. Dus. Zit hem nou nog even op de ja, moet je ook doen. Leuk hoor. Leuk hè, Joost? Ja, ja. Joost staat ook heel druk te filmen. Kijk eens. Het wachthuisje van Kiefiet. Ja. Dat zijn... Ja. Trams van Randstad heel. Leuk hoor. Hi. Allemaal Randstad Rail trams.
En die allemaal van die PCC-tramps, ja. Hè? Leuk hoor, hij. Kan niet aankomen, don't touch. Goh. Deze zijn ze nog een beetje aan het renoveren, want een beetje aan het... Het is beplakt helemaal. Ik ga ze ook weer helemaal opknappen. Ja. Toeristentram. En dan hier de 21.01. En hier staat er dan nog reclameborden op, daar zo. Staat er nog reclameborden op. Kijk, en er zat ongeveer die. Maar de bekendste is deze. Miele, er is geen betere. Die zaten altijd daar bovenop altijd. Dus dat is wel heel grappig. Oh ja. Echt leuk. Echt. Oude tram. Dit was de aanhanger. Dit. Ja, ja. Hier heb ik de helft van 11. Ook allemaal. Goed spoor allemaal. Leuk gedaan hoor. Ja. Oh, en dit is het eindpunt van Scheveningen. Leuk zeg. Dat ken ik, dat herken ik nog wel, ja. Goh. Leuk zeg. Echt leuk. Nou, dan gaan we even verder kijken. Een beetje van Randstadrail. Oh, het is allemaal Randstadrail allemaal. Einde passeerverbod. TW 6000, die heb je ook nog hier in GTL 8. Ja. Zoetermeer, Stadslijn en of Kleinlijn. Dat is natuurlijk de Randstadrail geworden. Theo Monschalt. Ja. Leuk hoor. Ja. Staal op staal. Kijk eens. Zo. De PCC. 1001. Dat is de 1001. En die heeft zijn kop afgezaagd. Kijk eens, ook allemaal. Het is echt ontzettend veel. We gaan er even een vogelvlucht doorheen. Dat is Maria Hoeven. Allemaal van die tram. Van die route dingen. Leuk hoor, echt leuk.
Die is ook wel heel erg leuk, hè? Het is zo'n... Het zat normaal op de tram. En dat was dan zeg maar dat ding wat hij uitschoof. Dan kon je daar dat kaartje op leggen. En dan maakte hij er een stempel van. En dit kennen jullie. Ja, sommige kijkers wel. Sommige kijkers niet. Dit was dus vroeger. Dat is de nationale stripkaart. Die had je vroeger. Het waren een stuk goedkoper. We hadden beter die tijd nog kunnen hebben. Het was een goedkopere tijd dan nu. Mooi hoor, hij. Hier West-Nederland. Dit is een tram, ik denk dat het tram is. Maar het is leuk, hè? Ja. Echt grappig. Ja. Leuk hoor, hè. Echt leuk. Oh, kijk eens. Een miniatuur sfeer. Een miniatuur allemaal. Is dat heel mooi. Baldek. Ook nog treinen. En dit is die. Ja, gewoon stadrail tram, hè. Mooi hoor, hij. Prachtig. Echt grappig hoor, hè. Toerentellers die normaal in die tram zaten altijd. Het tramman kwam, schrok me eigen dood. Ik dacht, kom een tramman. Nou, hier zijn we nog niet geweest. Dan gaan we ook nog eventjes verder natuurlijk even laten zien. Toerist tram, hop om, hop of. Allemaal foto's allemaal. Het is allemaal kleding. Zo vroeger, ATM. En dan hier nog wat oudere trams. Let op, 600 volt, levensgevaarlijk.
Ja. Verboden te parkeren op tramlijn, trambaan. Staan een oude stoel. Dat is een werkwagen. Ja. Ja, is echt ontzettend leuk. Jammer, bij Rotterdam hebben we een paar keer gehad en daar kon je ook bepaalde kon je in. Hier zijn echt alle deuren dicht. Je kan hier nergens binnenkijken. Alle deuren zijn dicht. Ja, omdat er natuurlijk ook weer extra personeel. Ja, het moet ook wel allemaal gecontroleerd worden dat er niks gebeurt. Echt ontzettend leuk. Ja, ik vond het toch wel weer even leuk om dit even mee te pakken. Turmak, cigarettes, kwaliteit. Toen kon je nog reclame maken voor sigaretten. Tegenwoordig, als je dat doet, dan krijg je de hele volksgezondheid op je nek. Staatspoor, post, Appelstraat, Mint, Frankenslag. Straatspoor, Frankenslag, echt, staat tram. Sophie Lummelplein, extra tram, Frankenslag, Staatspoor. Ja, leuk. Ook allemaal nog met gordijntjes, hè? Dat had je vroeger ook altijd. Echt ontzettend mooi. Spreken met de bestuurder verboden. Ja, leuk. Oh, hier is een tram open. Gaan we daar ook eens even kijken dadelijk. Als die toch open is, dan wil ik wel eens even een stukje binnen filmen. Nou, kijk eens. Scheveningen Zeebad. Hotel Zeerust, lijn 8. Van die oranje dingen erop. Leuk zeg. En hier stond dan de bestuurder. Wauw. Dan ook nog een tijd konden ze het vastmaken als een zadel waar ze op zaten tijdens de rit. Allemaal van die stoppen, hè? Dit is een, in huis een stoppenkast. Die ding. Ja, leuk toch? En waar is deze gemaakt? Is hij schoongemaakt in Rotterdam, waar al om. Leuk hoor, hij. Kijk eens. 23 zitplaatsen en al verboden te spuwen, te roken met twee o's of den dagen binnen te gaan met een brandende pijp, sigaar of sigaret. Ouderwets. Oh. Hier kon je dan de halte mee bedienen. De eindhalte mee bedienen. Eindbestemming. Zo'n draaiend dingetje. Leuk te rijden. Ja, dat is echt leuk. Ja. Ja.
superleuk om dat weer eens te zien. Niets buiten steken. Zie je? Niets buiten steken. Ja. Er zitten toch raampjes voor? Of kon je die raampjes soms openklappen of zoiets? Ja. Ik denk dat je die raampjes open kon klappen vroeger. Ja, dat is echt leuk. Dan dit, hè, van die, echt van die zitting. Ja, leren. Ja, leren bekleding, hè. Fantastisch. Ja. Ja, is echt leuk. Ja. En dan gaan we hier weer, oops, dan gaan we hier weer naar beneden. Kijk dat je je nek niet breekt. Ja. Het is leuk om even gezien te hebben. Het was dezelfde, denk ik. Nee, dit is een ander type. Ja, ontzettend leuk. Leuk hoor, hé. Eenmanswagen. En dit vind ik altijd mooi, hè. Die PCC-trams, die vond ik echt fantastisch. Echt ontzettend mooi, die trams. Er komt er net wel eentje aangereden. Leuk. Ik heb nog een tijdje in een openbaar vervoers YouTube kanaal gehad. Openbaar vervoer is Spijkenisse, heette dat. Maar ik denk ook allemaal filmpjes altijd. Zie je daar. Zie je. Ja, ziet er leuk uit. Dat is de HTM 57. Oh, een tramrit is een retourtje is 4 euro. En een enkele reis is 2,50. Ja, en dit was de remise. Kijk dat draaiende ding, dat viel me op. Ja. Zie je daar zo? Ja. Dat ding dat draait helemaal. Ja, een soort fan. Ja, een soort fan of zo is dat. Ja. Eén manswagen even instappen. Ja. Leuk hoor. Ziet er erg leuk uit. Hollands Spoor. Leuk hoor. Hey. Ouderwetse bovenleiding, dubbel hè. Zie je? Ja. Nou, dat was hem jongens. Ja. Het was wel ontzettend leuk om een keer gezien te hebben. Ja. Oh, er komt weer een andere aan dan. Ik weet niet waar hij naartoe gaat, maar... Hier met de hand nog de wissels omzetten. Ja.
1911. Hé, hey, dit is ook leuk. Dit is toevallig grappig. 1911 in dienst, 7. En uitdienst in december 1945. Ja. Ja, leuk. Nou, dan was dit weer de dag van vandaag, jongens. Ja. Nou, tot, nou, ik vond het wel leuk. Ja, het was een leuk museum. Het was een leuk museum om eens een keertje gezien te hebben. En we gaan nu weer op naar de volgende. We gaan nu weer op naar het volgende. En dat is de Efteling. Ja. We gaan vanaf hier, vanaf Den Haag, gaan we richting Kaatsheuvel. Dan gaan we daar even een zootje opnemen. Ja, precies. Dus kijk, hier nog een oude bovenleiding. Zie je? Ja. Ik zal zeggen, blijf kijken. Ja, blijf kijken. Ja, dadelijk. Dadelijk. Dit wordt een andere vlog. Ja, ja, dat weet ik. Dus ja, die vlog, daar moeten jullie nog even een paar dagjes op wachten. Maar die vlog, die zien jullie binnenkort hier op mijn kanaal natuurlijk. En dan gaan we eindelijk weer eens even naar de Efteling. Zo. Ik ben al een hele tijd niet meer geweest. Dus ja, ik zal wel weer blij zijn. Ik begon de Efteling wel te missen. Ik zal eerlijk toegeven, ik heb de Efteling nu wel gemist. Ik had nou wel weer echt weer zoiets van, ik heb wel weer zin om naar de Efteling te gaan. Dus blijf kijken, jongens. Abonneer even op mijn kanaal. Ja, like deze video. Abonneer. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video van de livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groetjes. En tot over een paar dagen als de Efteling vlog er komt. Dus bedankt Joost in ieder geval voor het meegaan naar Den Haag. En ik spreek jullie allemaal. Groetjes van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.